Op 13 november 2015 was de Bataclan het doelwit van een terroristische aanslag in Parijs, terwijl er een concert aan de gang was van Eagles of Death Metal. Rotterdammer Ferry Zandvliet en zijn vrienden waren erbij. Het is eigenlijk pas als je jezelf in veiligheid hebt gebracht, dat je echt na gaat denken van Jezus, waar heb ik net ingestaan? Want je ziet natuurlijk mensen om je heen geraakt worden. Ik dacht zelf ook dat ik doodging. Die gedachten had ik echt gehad ook. Maar ook ineens sta je weer buiten en dan denk je, what the fuck, wat was dat net? Drie IS-terroristen waren de concertzaal binnengedrongen en begonnen om me heen te schieten. En minuten nadat we nog een biertje stonden te drinken, waren we plots beland in een oorlogsgebied, de oorlogssituatie. Ik was er 100% van overtuigd dat ik dood ging die avond. En dat, ik weet ook zeker dat dat een soort litteken op je hersenen achterlaat. Je wordt natuurlijk mee geconfronteerd dat het leven ophoudt. Eigenlijk, daar heb ik nog nooit echt mee te maken gehad. Zo, van zo dichtbij, weet je wel, met zoveel jonge mensen bij elkaar. Dus dat doet wel iets met je, gelukkig. In de jaren na de aanslag heeft Ferry al zeker 300 lezingen gegeven. Van kinderen tot mensen met het posttraumatisch stressstoornis. Ik hang er bijna een beetje boven of zo, als ik het nu vertel. Alsof het niet over mij gaat. En voor mij is het ook wel gezond. Je hoeft niet altijd aan iedereen alles te vertellen. Hè? Je hebt daar zelf de regie in. Maar op een gegeven moment moet je toch gewoon je moet ook een beetje voor jezelf zorgen, toch? Ja. Op die manier. En als mensen je helemaal uitwringen als een vaatdoekje, dat zij een verhaal hebben dat jij niet kan slapen 's avonds, ja, daar heb je natuurlijk zelf niks aan. Wat ik wel graag nog even een soort statement die ik wil maken is dat ik echt vind dat we niet zo moeten zeiken met z'n allen in dit land. En dankbaar. Ik ben gewoon een positieve mens geworden na die aanslag. Ja, ik moest soms ook een beetje graven van hoe is het nou gegaan met mij? Want ineens ben je een soort betere versie van jezelf of zo. Maar ik denk dat je gewoon, als ik naar mezelf kijk, ik was wel iemand die zich overal druk om maakte vroeger. Ook heel, een beetje bozig en negatief persoon. En als je zoiets overleeft als wat mijn vrienden en ik overleven hebben, dan maak je gewoon niet zo druk meer om bepaalde dingen. Het gaat bijna natuurlijk. Ik heb een soort bullshit filter, zeg ik altijd. Ben jij met het zachter worden ook in je muziekkeus wat veranderd? Of? Zeker niet, nee. Nee, misschien nog wel extremer zelfs. Vertel, hoe zit dat? Nee, daar is gewoon niks in veranderd. Nee, ik hield altijd al van de wat hardere, stevige muziek. En dat is nog steeds zo. Muziek is gewoon, dat is als ademen van mij bijna. Ik word wakker, er gaat gelijk muziek op. In de auto gelijk keiharde rockmuziek aan. En dat is niet veranderd sinds toen, gelukkig. Heel veel concerten gepakt. En zodra het weer een beetje mag, ik mis het ook echt heel erg. Sta ik daar weer als eerste vooraan. Ja. Ik had het van de week nog met een maat van me over van hoe hard gaan wij los op het eerste concert eigenlijk. Echt gewoon een week vrij nemen daarna. Herdenken, 13 november, 5 jaar geleden. Hoe herdenk jij dan? Ik herdenk het niet echt. Ik ben zoveel bezig ermee. En ook met het feit dat heel veel mensen dood zijn gegaan. Ik heb niet zoveel met zo'n datum per se. Het is niet dat ik dan ineens een kaarsje ga branden. Of ik ben al zo qua woordkeuze altijd heel erg van bewust dat heel veel mensen dood zijn gegaan die avond. Dus ik herdenk dat veel vaker in mijn eigen hoofd al. Het is meer dat op zo'n datum altijd weer veel door andere mensen naar gerefereerd wordt of veel media die belt. En mijn vrienden en ik, die gaan wel worden vaak heel erg dronken op die dag. Gaan wij het eten. Dat kan dan dit jaar niet. Je kunt natuurlijk wel dronken worden nog, gelukkig. Maar dus dat komt wel goed. Dus dat vooral. Maar ook genieten gewoon op zo'n dag juist, vind ik. Leuke dingen.